ik neem het over van de burgemeester, die op voorspoed weg moest naar het ministerie. Dus je ziet, het college is druk, maar we willen niet zeggen dat we dit een heel belangrijk overleg vinden. Ik vervang haar hiermee. En ze heeft ook een filmpje voor ons, wat ze even wil laten zien, wat ze opgenomen heeft, over de samenwerkingsovereenkomst. Zo met jullie kan goedemiddag allemaal. Fijn dat ik even zo met jullie kan spreken. Ik ben momenteel in Papendal. Daarin ben ik zeg maar de stad aan het vertegenwoordigen op het gebied van veiligheid en voetbal. Belangrijk om dat te doen. Zoals jullie weten is veiligheid enorm belangrijk en het speerpunt van beleid in de gemeente Helmond. Vandaag zijn jullie als horeca-overleg bij elkaar. Een belangrijke reden van dit overleg om bij elkaar te zijn is dat er een convenant gaat ondertekend worden over voor de komende 4 jaar voor veilig uitgaan. Op dit moment zie ik een centrum, een horeca gelegenheden in het centrum, wat heel aantrekkelijk is, maar waar we ook echt dynamiek zien. Er steeds meer mensen in ons centrum zijn. En het is die positieve vibe die juist ons weer motiveert om veiligheid, leefbaarheid in het centrum, in de horecagelegenheden, om dat te onderstrepen. En wat is het dan mooi dat we weer samen, we hebben een convenant gehad, dat we nu met alle partijen, dus met de politie, het Openbaar Ministerie, met de horecavereniging en Horeca Nederland en de gemeente Helmond, weer een nieuw convenant hebben voor de komende 4 jaar. Voor ons heel belangrijk dat we in dat publieke private partnership zorgen dat ons horeca gebied midden in het centrum die levendigheid stimuleert, de veiligheid borgt, dat we dat allemaal samen doen. Want we staan in ieder geval, en dat vind ik erg belangrijk om te onderstrepen als burgemeester van Helmond, dat die levendigheid, dat we dat doen voor onze inwoners, onze gasten, en dat veiligheid geborgd is. We doen dit al jaren samen. Verslappen is geen enkele optie. Dus wat mij betreft gaan we ervoor en dan gaan we weer de komende 4 jaar met dezelfde intentie samenwerken. En om dat te onderstrepen, dat ik dat enorm belangrijk vind, hebben we hier het samenwerkingsovereenkomst en teken ik bij deze, namens de gemeente Helmond, het convenant wat we samen afspreken voor een veilig, leefbaar en vooral topgezellig horecacentrum. Bij deze afspraak is afspraak, we gaan ervoor. Gouden mijn knieën. Ik heb maar 1 keer. Niet goed hoor. Volgens mij is de bedoeling dat we nu gewoon gezamenlijk de samenwerkingsovereenkomst gaan ondertekenen. Dat er ook een poster wordt ondertekend. Heb ik dat goed beschreven? Ja. Ja. Ik kan het stift goed ondertekenen. Nou, degene die dat mee gaat ondertekenen, even mee naar voren komen. Dit is het huis. Wat gebeurt er? Het belangrijke om te vertellen denk ik dat het Openbaar Ministerie op een later moment zal ondertekenen. Ze hebben zich wel volledig gecommitteerd aan de plan namelijk en de samenwerking. Kort voor jou. Ik werk hier nog niet zo lang, ik heb net die koffie al gedaan. We gaan weer de proeftijd. Gaan we ervoor, wethouder? Jazeker. Of wachten we het moment af? Moeten we die allemaal inhouden? Ja. Dat is bijzetten lopen? Ja. Niet maar dat ze maar elkaar een koffie tegen dan krijgen. LB. Ja, ik snap het. Dan is het hulpvoudig, ja. Ja. Het lekt, hè? Ah, het wordt er niet zo warm, hoor. Neem we dan de heuvel? Ja, dan zal ik eens even kijken of ik het op de goede plaats doe. Linksboven. Moet je hier 2 houden? Ja. Zou ik wel doen? Ja, kunnen we ook hebben. Ja, maar dat is toch mooi voor de officier van justitie met zo'n. Ja, die komt later. Het is wel leuk om daar weer een foto mee te maken. Ik heb een flexplek.
kant vast. We werken natuurlijk al heel lang samen op deze manier, veilig uit Kaan Helmond. We hadden een discussie met Peter, was het nou 25 jaar, 30, 20, ja, volgens mij al 35, 40 jaar zelfs. Altijd voorloper geweest in Helmond op het gebied van veilig uitgaan. En dat willen we graag voortzetten. Dat hebben alle partners eigenlijk al uitgesproken bij de evaluatie van de vorige keer. Waaruit bleek dat we alle acties bijna hadden uitgevoerd. Behalve de grotere projecten die nu ook in het centrumperspectief zijn opgenomen, zoals Dominique dat trekt. Maar de wens om dat voort te zetten in de komende 4 jaren. Wat hebben we toen gedaan? We hebben een nieuw plan van aanpak opgesteld. En dat bleek eigenlijk ook uit de wens om dat niet een statisch document te laten zijn, maar vooral ook een dynamisch document. Dus adaptief, een mooi woord. We kunnen dat van tijd tot tijd veranderen en evalueren. Er is ook gezegd, we moeten meer hands-on aan de slag gaan. Niet meer grote enquêtes en dergelijke, maar vooral aan de slag met een gebiedsschouw in het gebied gaan kijken wat is er aan de hand en wat kunnen we samen verbeteren. We hebben ook prioriteiten aangegeven. Dat zijn deze prioriteiten, dingen die verplicht zijn, noodzakelijk vanuit wetgeving en dergelijke, wensen vanuit de horeca, of dat meer met het veiligheidsgevoel te maken heeft, staat ervoor. Met het veiligheidsgevoel te maken heeft, hoe we dat kunnen verbeteren en ook gericht op de aantrekkelijkheid. Dus we hebben daar een viertraps prioritering in aangebracht. We zijn gaan kijken op 1 september, de eerste gebiedsschouw, de nachtschouw, als aanvang van dit plan van aanpak. En dan zijn de volgende doelen eigenlijk uitgekomen. Grotendeels overeenkomend met het vorige plan van aanpak, want wat goed is, moet je behouden. En we hebben gekeken wat kunnen we nog verder verbeteren en toevoegen. Dat heeft te maken met de onderhoud. We hebben ook weer enkele onveilige plekken geïdentificeerd. Hoe kunnen we die verbeteren? We hebben gekeken naar het bestaande camera toezicht. Hoe hangen die camera's nou? Kan dat verbeterd worden zodat er meer veiligheid ontstaat? Bijvoorbeeld bij de fietsenstallingen onder de traverse. Wildplassen was weer een belangrijk item. Dat zit aan de ene kant aan de gedragsverandering van mensen. Dat je dat gewoon niet hoort te doen. Maar aan de andere kant ook wel het faciliteren dat je als gastvrij uitgaansgebied ook de mogelijkheid biedt om ergens je plasje te doen, zoals dat op andere steden gebruikelijk is. Dat hebben we dus ook opgenomen. Brandpreventie, doelen vanuit de horecagelegenheden, daar hebben we het net over gehad. En het voortzetten van het collectief toegangsbeleid, dat doen we ook al jaren hier op een goede manier. Maar de nieuwe wetgever rondom de privacy vraagt om een nieuw protocol daarvoor. Er mag niet meer, simpel gezegd, de gegevens van de overtreder uitgewisseld worden tussen de horecagelegenheden. Daar gaan we naar kijken samen met Koninklijke Horeca Nederland, die we op landelijk niveau oppakken. Want daar hebben we niet alleen maar in Helmond mee te maken met die problematiek, maar ook in het hele land. Dus volgend jaar zal er een nieuw protocol voor die collectieve horeca-ontzeggingen gemaakt moeten worden.